Vicepresident Ronnie Brunswijk erkent volmondig dat het kabinet vrienden en familie aan baantjes heeft geholpen. Kritiek op uitvoering van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor de agribusiness en betaalbaarheid van vlees en eieren. Komt de bevolking nog wel aan voldoende eiwitten? Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 16 maart 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk erkent volmondig dat het kabinet vrienden en familie aan baantjes heeft geholpen. Hij vraagt zich echter af waarom dat niet zou mogen. Ik schuif niet onder stoelen of banken dat inderdaad familie is geaccommodeerd, maar dat heeft de regering Boutersen toch ook gedaan, zei Brunswijk deze week. Wie daar nu over wil vallen, had dan ook maar moeten protesteren onder de vorige regering. Bovendien heeft de samenleving nu kritiek, maar in verkiezingstijd kon men wel vragen om een baantje bij de overheid, vindt hij. Tijdens de verkiezingscampagne had Chan Santokki beloofd dat er gebroken zou worden met de traditie van friends and family beleid. Uit de woorden van de vicepresident mag worden opgemaakt dat het kabinet hier definitief afstand van heeft genomen. Mahinder Yogi is niet blij met de wijze waarop het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor de Agribusiness, kortweg het NOVA-fonds, wordt uitgevoerd. De overheid zou moeten overwegen om het fonds weg te halen bij de Trustbank Amana en bij een andere bank onder te brengen, suggereert de volksvertegenwoordiger. Het fonds wordt namelijk niet goed beheerd door Amana. Dat zei hij gisteren in het parlement. Ondernemers klaagden bij Yogi dat de bank voorwaarden stelt die het moeilijk maken om een lening te krijgen. Hij wil van minister Seudin van LWV weten hoeveel mensen een lening hebben gehad in vergelijking met het aantal aanvragen. Eventueel moet de wet die dit fonds regelt terug naar het parlement als het niet lukt met de uitvoering, zei Yogi. Verder moet wat hem betreft het kredietpercentage terug van 5% naar 3%. Parlementariër Mohammed Mohab Ali ziet dat het steeds moeilijker wordt voor de bevolking om aan eiwitten te komen. Vlees van bijvoorbeeld runderen en kippen, eieren en melk zijn steeds minder betaalbaar en hij vraagt zich af hoe de mensen nog aan eiwitten in hun voedsel moeten komen. Steeds meer burgers hebben moeite om 300 SRD neer te tellen voor een kilo rundvlees. Mohab Ali vroeg zich deze week in het parlement dan ook af of gras in euro's of Amerikaanse dollars wordt ingekocht. De laagste prijs voor kip is al 150 SRD per kilo. De goedkoopste vis ligt op zo'n 100 SRD per kilo. Voor één ei moet minimaal een tientje worden betaald en melk van de melkcentrale gaat richting de 3 tientjes per liter. De volksvertegenwoordiger wil dat de regering met een plan komt om voedsel betaalbaar te maken. Tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan onze app Regionieuws TV en nieuws melden, dat kan ook. Stuur uw berichten naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf gezond.